Hoe doe jij nu je eerste BTW-aangifte als ondernemer? Nou, je hebt een brief van de Belastingdienst binnengekregen met daarop de tijdvakken waarover je aangifte moet doen. In deze brief staat ook hoe je je eerste BTW-aangifte moet doen. Het kan namelijk zo zijn dat je deze eerste BTW-aangifte nog op papier moet zijn. Maar het kan ook al zo zijn dat je de eerste BTW-aangifte al digitaal kunt indienen. En daarvoor log je in op Mijn Belastingdienst Zakelijk. En heb je een eenmanszaak in Nederland, dan log je in met je DigiD. Een tip die ik hierbij wil geven is: maak direct een koppeling tussen je online boekhoudprogramma en de Belastingdienst. Daarmee kun je je BTW-aangifte direct verzenden naar de Belastingdienst. En dit voorkomt dat je dingen moet overtypen in het aangifteprogramma van de Belastingdienst, waar je dus fouten in kunt maken. Ook kun je direct betalen via iDeal. Heb je nu alle in- en verkopen goed verwerkt? Dat is wel heel belangrijk. Dan is dit klusje zo gedaan. Let op, ben je nu net gestart als ondernemer, maar je hebt nog geen omzet dit kwartaal, doe dan ook aangifte. En in dat geval is je omzet dus 0 euro. Het kan dus zelfs zo zijn dat je kosten hebt gemaakt waar je de BTW al wel van kunt terugvragen. En in dat geval krijg je dus zelfs geld terug bij je eerste BTW-aangifte. Nou, wil je nu meer tips over je BTW-aangifte? Download dan de handreiking BTW-aangifte, waarin de BTW-aangifte stap voor stap met je wordt doorgenomen. Deze is beschikbaar op thehappyfinancial.com/ebooks.